Voor het maken van kunst is het niet noodzakelijk om chemisch materiaal te gebruiken. Het kan ook met biomateriaal. Dit komt goed tot uiting bij de solo-expositie van kunstenaar Sri Irodikromo. De expositie, genaamd Udan Liris, wordt gehouden in de Reditex Art Gallery. Udan Liris is vernoemd naar een Javaanse batik kledingstof en staat voor geluk, hoop en nieuw leven. Bij de werken op deze expositie is gebruik gemaakt van onder meer koffie, blauwzel, kurkuma, houtschool, bijenwas en pimba. Irodikromo zegt dat ze biomateriaal begon te gebruiken nadat ze oude foto's had gezien van de aankomst van de contractarbeiders. Zij geeft aan dat koffie op een doek de verjaarde bruine foto's het beste weerspiegelen. Daarom heeft ze bij de meeste kunstwerken koffie gebruikt. Maar er zijn ook andere manieren om kunst te maken. Je hoeft niet echt te schilderen, dus als je bijvoorbeeld wil schilderen met olieverf of met acrylverf, je kan ook met dingen in huis wat je in de keuken hebt. Net als bijvoorbeeld gele wortel, weet je, de gele poeder, kan je ook mee schilderen met blauwsel, met eigenlijk met planten, met bloemen, met bladeren. Voor alles kan je een mooie kleur maken. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat met, ik kan er nou niet op een naam komen. Ik zeg maar met blauwe bloemen of rode bloemen kan je mooie kleuren krijgen en daarmee kan je ook schilderen. Dus het hoeft niet speciaal met verf, chemisch materiaal. Weet je, je kan ook gewoon met biomateriaal schilderen. Het gebruik van biomateriaal is niet alleen milieuvriendelijker, maar ook goedkoper. De kunstenaar zegt dat het schilderen met koffie best uitdagend was, maar dat ze na maanden experimenteren de techniek onder de knie heeft gekregen. Irodikromo vertelt het verhaal achter een van haar kunstwerken. Dit zijn allemaal canvas. Het zijn allemaal doeken die ik heb opgerold en ik heb een reden daarvoor. Het is een geheim. Het is een geheim waar wij nooit achter zullen komen. Het zijn allemaal verhalen die ik bijvoorbeeld heb gelezen over de contractarbeiders van de Javanen uit Indonesië. En de meeste mensen of de meeste verhalen die je leest in boeken of in tijdschriften over de komst van de immigranten, weet je, zijn allemaal mooi. Maar er zijn ook bijvoorbeeld slechte ervaringen die ze hebben meegemaakt. En misschien ook verhalen die zij misschien nooit verteld hebben, altijd voor zichzelf hebben gehouden. En de meeste contractarbeiders die zijn al overleden en die hebben dat allemaal meegenomen. En daar komen we nooit achter. En daar gaat dit over. De expositie Udan Liris is op 12 november geopend en duurt tot en met 4 december. En dat was het dan voor dit gedeelte van het ATV-journaal.